Nou, ik doe mee. Ik doe mee met de wedstrijd voor de Turkse pizza van Mecca Food. En want dat is de best quality. Wij doen het op onze manier. Alleen maar op deze manier. En die is altijd goed. Je hebt gewoon helemaal niet zoveel nodig. We beginnen met een glaasje witte wijn. Als ingrediënt heb je dan nodig om op de lamarchoen te doen wat salade nodig. Nou, dat heb ik bij me. Dan ga ik dadelijk snijden. En als dat erop ligt, dan doen we nog wat knoflooksaus erop. En alles wordt dan op deze koekenpan klaargemaakt. Het is wel belangrijk dat je dunne reepjes snijdt. Ik was natuurlijk vergeten te zeggen dat er nog een klein extraatje bij hoort. En dat zie je hier. Ik doe er een uitje bij. Daar ruim ik straks allemaal wel op natuurlijk. Dan laat ik hier niet zomaar in het gras liggen. Ook weer in dunne reepjes snijden. En dat strooien we straks ook over de pizza. Het geheime recept wordt citroensap. Nou, onze hond die eet gewoon zijn eigen dingen, want die krijgt geen lamarchoen. Dat is echt voor zijn baasjes. Dan krijgen we straks in de koekenpan, wordt die lekker warm gemaakt. Dan doen we salade erop. En dan de uitjes. En dan de knoflooksaus. Dan doen we heel weinig citroensap erop. En we doen wel op tijd een glaasje wijn ermee drinken, want dan is hij het lekkerst. We nemen natuurlijk eerst weer even een glaasje witte wijn van de Turkse Riviera bij de Zwarte Zee. Dan heb ik voorverwarmd. Hier is de lamarchoen. Even aan de kant. Leg hem erin. In de koekenpan. En om het goede effect te krijgen, gebruiken wij de doos. Die leggen we erop, zodat hij aan de bovenkant ook lekker warm wordt. Af en toe even kijken. En even zo rondschudden. Want als je dat niet doet, dan brandt hij aan. Dus op deze manier. Wordt hij aan alle kanten even warm en bruin. De lamarchoen, deksel er weer op en weer even wachten.
wel een heel laag pitje. Want als je hem te hard zet, dan brandt hij aan. Dat hoeft niet. Ik ben er ongeveer 10 minuten bezig. Ik doe elke keer even die deksel eraf. En doe ik hem even doorschudden. En ik verwacht dat hij nu klaar is. Dus dan ga ik hem nu eerst even. Mijn wijntje erbij. Komt hij aan. Ja. Heet. Goed, het gaat als volgt. Ik doe dus wat salade erop, die uitjes. De knoflooksaus. En dit is de truc, hè. Niet te veel. Niet te veel. Maar ik ben wel een liefhebber van peper. En zout. Dat hoeft niet bij een lamassoon. Let op, dan ga ik hem oprollen. Kijk maar goed. Kijk eens hoe mooi krokant en heet. Ik zou zeggen, smakelijk eten. Die heeft het.